Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag neem je mee weer op de boerderij. Vlog 26 is het. We gaan vandaag doen, we beginnen met voeren. Daarna gaan we naar het land. Dan gaan we met de trekker aan het werk. Dan gaan we gras omspitten. Wat je in je vorige vlog ook hebt gezien, gaan we dat vandaag ook weer doen. Gaan we dat met een ander stuk weiland ook doen. Dus ja, daar is al wel iets veel zin in. Voor de rest weet ik nog niet wat we gaan doen als we dan met klaar zijn, maar we gaan zo meteen eerst gewoon even een bak koffie nemen, een sigaret. En dan gaan we naar het werk gaan vervoeren en na het voeren gaan we het land op en dan gaan we beginnen met het voeren. Of met gras omschudden. Dus ik heb wel wijs veel zin in vandaag. Kijk gewoon lekker mee naar de vlog. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. Abonneer op ons kanaal. Abonneer ook op andere kanalen zoals YouTube of Twitter, Facebook en Instagram. Dat komt wel helemaal goed. Jongens, hoi! Goedemorgen. We zijn nu aangekomen op de boerderij. En we gaan zo meteen beginnen met voeren. En daarna gaan we naar het land toe. We gaan gras omspitten. Omleggen, zeg maar. Koen staat lekker weer te grazen. De grijpen zitten weer aan, dus dan kunnen we mooi straks naar het land. Een sigaretje, dat hapje eet of een kop koffie drinken en dan gaan we voeren. En dan gaan we naar het land. Dus. De koe is dan weer mooi te eten. De biet te kijken. Ik ben helemaal niet bang geweest voor mij, want ik ben helemaal niet bang. Nee. Dus, we zien wat we vandaag gaan doen. Omdat de tank nog een beetje vol is. Nou, één kalf, die kleinste kalf, die heeft longontsteking, dus moet de hok moet goed dicht zijn. Voor de warmte. Dus we gaan het zien. Ik ga maar een bak koffie. En dan zien we ze om de weer terug. Zo, de pink hebben we weer gevoerd aan de kalveren. Nog melk gegeven. En dan een beetje afwachten wat we gewoon doen vandaag. Straks met de pauze het land op. En dan ga ik eens even kijken hoe lang ik ermee bezig ben. Oh, aardig klusje moet ik wel zeggen. Want ik moet al het gras wel opkiepen. Een beetje mooi verspreiden. Een beetje veuren. Van eigen naar veuren en dan weer even bespreiden. Dus ja, we moeten maar even zien hè. Wat gaat worden. Nou, de dames hebben me nu weer lekker tevreden. Kijk, ze hebben lekker te komen. En ja, dus dan moeten we straks maar weer eens aan het werken met de trekker. Een stuk rein. Oh, ik ben geen straf, hè, maar. Ach ja, ik ben nog wel modderig hier. We kijken hoe het land er is straks. Het zal wel morgen geweest en daarachter waar we moeten wezen. Hier. Dus. Nou. Nog geen tijd voor koffie, dus moet maar zien. We hem doorzetten. Ach ja. Koffiepauze, ben er zo. Ik ben net gevoerd, dus ja, dan is altijd een beetje wachten, een beetje kijken, die rondlopen. Dus we gaan maar zien. Tot zometeen. Zo, we gaan nu naar het land om gras om te leggen. En dan gaan we zo meteen filmen als we daar zijn. Laat maar zet. Door de beste zaak. Waar heb ik die aanzet? Dan gaan we die camera zijn mannen, hè. Je ziet me zo wel, als we op het land zijn, dan zie je me. Nou, we zijn al in het bos beland. En we gaan nu een stuk gras opzoeken.
van, nou dan gaan we iets naar achteren en dan gaan we nou wat. Dit moeten we allemaal vatbaar, allemaal kandelen en een beetje verplaatsen allemaal. Ja, mooi stukje hoor, mooi klusje. We zijn nu op het land aan het werk. Bij het draadje hier bij morgen. Maar ja, goed. En dan moeten we dit allemaal moeten uitspreiden. Dit hebben we uitgespreid. We moeten alleen maar dit nog allemaal doen. En ja, dit is bij morgen hier. Maar ja, moet kijken. Ja, weer. Daar kan je niks aan doen. Dus je bent op het land bezig. Ja, dan heb je gewoon een beetje, we mogen niet aan die kant komen, maar dan moet nee blijven. Maar ja, dit, ja. Dit is gewoon, ja. Ja, dit kan je gewoon niks aan doen. Ik ga de camera al even draaien. Dit is de modder wat er komt. Ja, daar doe je niks aan, joh. Dat is op zich wel een mooie modder, kijk. Je doet er niks aan. Je doet er helemaal niks aan. Dit is allemaal gespreid. Maar die kan wel door. En dan die kan wel afmaken. Dan die kan. Ja, ik bouw wel als je sterker. Je rijdt altijd rustig. Maar ja, je hebt hier je gewoon modder zit. Dit is ook een klant kruier, maar dit, ja. Je bouwt er als een stekker nog natuurlijk, maar ja. Dan wil je hier niet hem. Ja. Ik ga weer aan de slag. Nou, ik zoek in hem koffie drinken, denk ik. Ja, dat is zo. Zo, en maar koffie drinken. Zo. Hij begint mooi op te schieten. Ik weet niet of ik een veel half.
één red, maar... Ja. Vaak is weer slecht weerbouwen. Dus ook modder en zo. Ja, je moet een beetje uitkijken. Dat je niet meer graden gaat maken. Maar ja... Met het weer, jongen, dan is het echt bakken weer. Ik heb hier een lampje dus. Lamp, met ook een paar hier nog. Snel weer, ja. Niets doen zo. Ik ben al voorzichtiger omdat je te maken met net een grot. En waar een grot dat kapot is. Leg in de boot. Niet te doen. Zo'n koffiepak. Ik heb zin in koffie. Oh, drie dagen komen weer. Zo. Hoe zit weg? Het kan niet pakken! Oh, zin in het bakje. Ach, van woensdag was het wel wat beter. Beter weer en was het ook wel wat gangbaarder, zeg maar, qua brede lengte. Als je nou een beetje ver, een beetje achter meer en weer ver, ja. Dat is de moeder, maar dat moet. Zo. Nu hebben we een bak koffie. Dat is ook weer, hè? Ik zou zo wel een meenemen naar buiten. Dan kan je buiten wel eens even kijken. Ah, dit is niks, man. Al die jagers benden hier. Maar ja, je doet er niks aan. Gelukkig is een klein beetje, dat scheelt weer. Ik zal lamp in muur zetten. Zo. Ja, en dan gewoon vanmiddag gewoon met hout bezig, wat ik gehoord heb. Met een beetje hout erheen. Dus dat is ook wel fijn. En ja, we gaan het gewoon zien vanmiddag. Half in gewoon schaften. En dan zien we wel weer. Ach ja. Ja, we zijn ook klaar hier met het trekken. En we gaan zo lekker terug naar huis om te schaften. Ah, het ziet er al aardig lekker uit hier. De zon begint ook de deur te schieten. Maar ik rijd terug naar door het bedrijf. Dan gaan we lekker naar hapje heen. Ja, ik ga terug. Nooit schaft op bedden we er weer. Adjo! We zijn weer in de trekker. Niet om lang op te gaan, maar om in te strooien. Ik ben achterlijn, maar dan moest ze om de indraaien. We gaan zo instrooien en dan ik rijd wel erin en gewoon een collega gaat het instrooien met de vork. Dus ja, we moeten wachten want de brok moet ver. En dan moeten ze naar binnen en dan kunnen we makkelijk erin rijden. Als alles een beetje in de weg staat, ja dat kan niet. Dus maar, we gaan hem wachten en dan gaan we zo instrooien. Die beelden daarvan ga ik niet laten zien, helaas. Omdat de collega's er binnen, dus kom maar goed.
de bezem in gevoerd. En ja, ik even kijken naar de vlag, we zien ze aan mijn vlag uit normaal, maar goed. Hoop dat je genoten hebt, doe een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal en ja, ik zal zeggen tot de volgende vlog. En dan zien we elkaar. Goed weekend!